Je ziet het tegenwoordig steeds vaker. Mensen die hun tuin helemaal vol stoppen met tegels. En gelijk geef ik ze, want lekker makkelijk toch? Maar wat veel mensen niet weten is dat er ook een aantal nadelen aan zitten. Daarom is operatie Steenbreken in het leven geroepen om tuinen te vergroenen. En ik ben vandaag in Ede om de handjes eens lekker uit de mouwen te steken en een tuin eens een goede steenbreek te geven. Dus dit is het ontwerp? Ja. En dat komt van jullie hand? Ja, dat komt van Steenbreken. Hoe is dat gegaan? We zochten een versteende tuin om als voorbeeldtuin voor andere bewoners van Ede te gelden. Nou, dat was dé versteende tuin die we zochten. Dan komt er een wensenlijstje van wat vinden jullie belangrijk in de tuin en wat vindt Steenbreek belangrijk. Ja, items van Steenbreek. Jullie vinden groen vooral heel belangrijk. Wij vinden het belangrijkste. De thema's is dat er water in je tuin blijft, niet op de openbare riool komt. En biodiversiteit, dus dat er diertjes en vlindertjes en vogeltjes de tuin gaat leven, zeg maar. Ja, ja, ja. Zo, jij moet Gijs zijn. Ja. Wat komt hier uiteindelijk? Hier komt nierenplasplaten en daar bovenop komt grind, zeg maar. Okay. Dus dan is de bedoeling dat de auto er komt te staan. Uh-huh. Of eventueel een bankje of iets. Maar voor nu, deze tegels moeten weg. Ja, dat klopt. Voel ik hem al aankomen? Ik moet gaan helpen zeker? Dat mag, ja. Ja. Oké. Okay. Nu ligt er alleen nog maar zand. Volgens mij is het hoogste tijd om die planten erin te gaan gooien. Lijkt me een goed plan. Zullen we dat eens gaan doen? Ja. Waar moet je nou op letten, Rob, als je zo'n tuin gaat beginnen? Nou, we zijn nu die bodembedekkers aan het uitzetten. Ja. Zet je ze op de plek neer. En dan een beetje waar je het gaatje moet graven. Maakt het nou ook nog uit of je tuin op de zon of de schaduwkant ligt? Dat soort dingen? Zeker, ze maakt het uit. Je hebt schaduwrijke planten en planten die houden van de zon. En als de plantjes er eenmaal in kunnen, wat zijn dan nog dingen waar je op moet letten? Over het water geven natuurlijk. En of ze nog genoeg voeding krijgen. Ja, want hoe zorg je daar dan voor? Dat kan je doen door organische mest. Ja, dat is een ander woord voor stront. Voor stront. Ja, inderdaad. Oh, lekker. Daar ligt hij dan. Ja. Jullie nieuwe tuin. Ja, daar zijn we heel blij mee. Zijn de insecten er al? Ja, ik zag al beestjes vliegen, ja. Ja. Ja? Een beetje cliché, maar ik ga het toch vragen. Als jullie hem een cijfer moeten geven. Een 10. Ja. Ja. Een 10? Zo, bewoners blij. Ik heb hartstikke veel geleerd. Waar je natuurlijk nog wel even op moet letten is dat als de tuin er eenmaal ligt, dat je hem af en toe even besproeit, even bemest, onkruid weghaalt. Conclusie, een groene tuin is goed voor het milieu, goed voor je conditie. Operatie Steenbreek is een succes.